mensen welkom terug bij een nieuwe aflevering. Ja. Nieuwe aflevering van Tekkit. En Ronald heeft cheats. Nee. Ronald, je cheat. Dat is een broek. Nee, dat... je cheat. Je dat cheat. Dat is gewoon een broek. Kom. Is... Oké, okay, wacht. Ik doe nu mijn broek uit. Ik wil hem hebben, dan wil ik hem testen. Oké, okay, krijg ik hem terug? Misschien. Oké, okay, broek en schoen zou ik ook maar aan doen voor de zekerheid. Ja, springers. Energy jet. Ja, geeft niks, springers. Oh. Oh, oh. En hoe ga ik nu hoger? Ingedrukt houden. Holy shit. Ik ga... Hey. Ik heb helemaal geen raket meer nodig. Do you see me, bro? Do you see me, bro? Ik heb helemaal geen raket meer nodig, joh. Zichtbaar worden. Door mijn armor aan te doen. Wat heb jij allemaal gedaan? Je speelt vals. Nee. Hebben ze juist besloten dat je vals speelt? Oké, gooi mijn broek mee naar beneden. Nee. Ik wil mijn broek terug. Oké, daar komt-ie. Ah, oké, omhoog. En drop it. Je staat stil, hè? Sta ik stil? Ja. Ik zie jou ook stilstaan. Oké, connection lost. Laat maar. Goed begin. Goed begin, ja. Ik wil mijn broek terug. Je hebt gelijk, ik was toch in de lucht, of zo. Ja. Nee, zie je luchtballon. Oh, mag ik mijn ding weer terug? Zo. Ja, ik heb een super pro broek. Oké, het lekt een beetje, maar dat maakt niet zo heel veel uit. En ik vind nog steeds, ik vind nog steeds dat je cheat. Die dingen zijn legit. Maar dit was aflevering 15. Yo mensen, bedankt voor bedankt voor het kijken. Dat was aflevering 15. Tot de volgende keer. Nee. Nee. Zie je mensen in aflevering 15 gingen we iets speciaals doen. Ja. We gingen bladeren verzamelen. Ja. Nee, bladeren verzamelen. Wat? Hier. Damn. Wat? We gaan naar de maan. Ik kom naar de maan. Ja, maar we hebben bladeren nodig. Wil je lucht hebben op de maan? Kijk, pak je shears. Waar? Oh, daar. Oké, hoeveel heb je nodig? 3 stacks. Ik wil ook die broek. Ga een broek voor mij maken. Nee. Jawel, ik wil ook zo'n broek. Nee, mag niet. Jawel. Nee. Maakt het ook nog uit wat voor leaves? Nee. Oké. Just start punching leaves. Hoeveel heeft hij? Oh, 320. Of 38. Oh, fuck. Saai aflevering. Ik kom naar de maan. We beginnen naar de maan, ja, Ronald. Want je had beloofd dat we naar de maan gingen. Dit is de ene laatste stap om naar de maan te gaan. Oh, 2 na. En dan moet je blaadjes verzamelen om naar de maan te gaan. Heb je ooit eens... André Kuipers schikt toch ook niet met blaadjes naar de maan? Kom op zeg. Hey, André Kuipers had een cabine vol met planten. Nou en? Die lucht voor hem maakte. Dit zijn de planten die voor ons de lucht gaan maken. Oh, ik snap het. Wat slim. Wat een slimme mot. Ja. Daar ben ik gek van. Slimme mot. Hele slimme motmaker. Zeker. Ik heb ondertussen mijn bladeren al. Hoeveel hebben we er nodig? Ik heb al 3 stacks, dus ik weet niet hoeveel. Is dat genoeg? Voor een tijdje. Want ik heb er namelijk nu exact... Oh, ik moet nog wat jungle... Geef me nog wat jungle leaves, dan heb ik ook 3 stacks. Ik heb alleen maar oak leaves. Ja, maar ik heb 2 stacks oak leaf en volgens mij 1 stack jungle leaves nu. Oké, hebben we wol? Natuurlijk hebben we geen wol. Wie heeft er nou weer wol? Kom op. Dat hebben we nodig om een parachute te maken. Oh, ja, we gillen toch naar de maan? Oh, wacht. Nee, we hebben canvas nodig. En canvas, dat zijn strenge sticks. En streng kan je niet maken. Oh, dat is best wel naaiend. Maar, hey, volgens mij zit je weer op peaceful. Peaceful? Ja, want ik viel net en mijn hartjes kwamen er... Hij is een motherfucker terug. Hij staat op normal. Nu wel. Staat hij op normal? Nu wel. Je hebt hem net aangepast. Nobody gives a fuck. Oké, maar hoeveel heb je nog in je share? Oh nee, god. Mijn share is bijna op. We moeten spiders killen. Maar Ronald, ik wil naar de maan.
Ja, dan heb je pech. Maar we moeten spider skillen. Oké, okay, dus. Ik stop mijn leaves anders eventjes daar in dat doosje. Even kijken shit. Wat ik allemaal niet nodig heb. Stop ik allemaal even terug. Nog allemaal info van de vorige aflevering. Mijn ding. Raw rubber. Het is totally legit. Buiten. Oh, wacht. Ik ga een slaughterhouse maken. Dat wou ik ook nog doen. Mag ik een diamond zwaard maken? Mijn best, je hebt het toch één? Nee. Ik heb een diamond pickaxe. Die enderman is in de sludge gevallen. Haha, sukker. Ja, waar zitten spinnen? Want ik zie geen spin. Oh, daar is een spin. Die, motherfucker. Eén string. Victory. Waar is die? Oh, ik heb hem al. Heb je hem gekild? Nee, ik heb hem laten leven en ik heb hem weg laten lopen. En? Oh, nee. Dat ging verkeerd. Ja. Direct, ik heb hem direct weggegooid. Direct ja, weggegooid. Ik zie Aanstaan. Het wel hoor. Oh, items ID. Yes, Bane of Arthropods, Knockback 1 en Fire Aspect 1. Nou, Bane of Arthropods is heel handig voor deze string collecting. Ja, dat is waar. Dus. Kunnen we daar. Ik maak ondertussen al een. Waar zijn strings? Ik zoek strings. Oh, daar is er één. Daar zijn strings. Heb je ook wat aan de schapen? Kan je van schapen strings maken? Of van. Oh, wacht even. Burning spiders everywhere. Hoeveel heb je er ongeveer nodig? Ik heb 6 canvas nodig, waar 5 in zit, dus 30. En 3 keer 2 is 60. 36. Heb je 36 strings. Ik wil deze aflevering nog wel naar de maan, hè? Dat lukt wel. Ik heb er ondertussen al weer 5 plus 1 canvas. Er, dus. Hoeveel heb ik er? 8. Deeper. Ik heb er 8. Hi. Ik heb er al 8. En daar loopt een. Hij wordt geprotect. Creepers voor deze. Oh, daar zat een spin. Ik ben echt blij met mijn broek. En hij genereert ook nog stroom doordat ik loop. Dus ik zou eigenlijk nooit uit stroom kunnen lopen. Holy shit. We are currently in een soort, in een little bit of een emergency. Emergency. Luckily Ronald is hier. Met wit is cheaty boots. Fuck you. Ik ga super invisibility modus. Oké, helpt het ook tegen mobs? Volgens mij niet. Waarom spannen bij iedere spin die ik zie 3 fucking creepers en 100 skeletons? Die creeper YOLO is dat. Oh shit. Oké. YOLO shit. Oh, ik heb 1 hartje over. Please don't kill me. Half a heart is left. Oh nee, 1 hart. Wat Please. Gaat hij ook weer? But don't die. Nee, jij sterft juist. Ja, ik ga nogal dood, ja. Ik Hello. Heb nog steeds. Vlees, nu krijgen we gratis cooked flesh. Cooked. Ik wil yes. cooked. Cooked flesh for days. Zullen we even kijken. Als er nou ook nog looting op zat, dan was het helemaal fantastisch geweest. Ja, maar dat werkt dan niet zeker. Oh jawel, maar dan krijg je gewoon. Oh, ik heb een zombiehoofd weer. Nice. Ik heb Okay. Ik heb weer 7 string. Huh, wat is dat? Wat? Er staat, als ik op mijn inventory klik, er staat er boven een pijl. Boven mijn inventory. Ja, bij mij ook. Je bent gewoon geraakt. Kijk maar in een 5. Oh, ja, dat weet ik wel, dat ik geraakt ben. Sorry, jongen. Hey, kan je niet eventjes Secret Santa eventjes... Secret Santa, dit bedoel je? Ja, alleen dan anders. nee, kijk, hij daalt. Dit is super secret. Mensen zullen dit nooit te weten komen. Inderdaad. Het was ook echt niet midden in een aflevering en zo. Weet je wel. Of het wordt geknipt. Nee joh. We knippen niet. Knip voor deze. Ah joh, wie knipte nou jongen? Ik wil wel naar de baan. Dus misschien ga ik alsnog knippen als het niet in een half uur kan. Ja, dus ik zit rond te springen in een forest. Weet je hoe lang we al bezig zijn? Nee. 10 minuten of zo toch? Ja. Ja, het was 10. Ja, ik zei het toch, dus dan wordt er gewoon vanaf 4 geknipt. Ja, anders gaan we het knippen vanaf 4. Gaan nog eventjes wat spiders jagen in de nacht. En dan, we hadden de 36 nodig, hè? Ja. Ik heb de 9.
Hoeveel heb jij er? Ik heb al 1 canvas en 8 string. Oké, en hoeveel is een canvas waard? Een canvas dat is, eens even kijken. Oh, wacht. Nee, dat is niet. Een canvas is 5 waard. Want je kan beter nog eventjes, want ik wil eerst eventjes, ja, zeg maar, de tellen. Dus je hebt 5 en 8 is 13 plus 9 is 22. Oeh, we zitten al in de buurt. Dus we zijn al onderweg. En nou zijn we bijna de wetend aan het spannen, terwijl ik eventjes... De wetend aan het spannen, de willen. Wij zien jullie zo terug als we klaar zijn om naar de maan te gaan. Want dit is het laatste, toch? Zeker weten? Dit is het laatste. Dit is echt het laatste. Ja, en natuurlijk nog je inventory soorten, omdat je alles mee moet hebben. Ja, oké. Okay. Maar... Wow, cheaty, cheat, cheater. Kom met me, bro. Oh, kom jij maar naar mij. Kom dan. Nee, niet schieten, hè, loser. Oké, okay, die weg je schiet. Oh, wacht, dat is een... Je lekt weer, oké. Okay. Nee, jij crasht weer. Oké, okay, ik crash weer. Yo mensen, welkom terug. We zijn klaar. Ah, ik ga even de lamp aanzetten. Ronald heeft alles gesort. Die gaat nog even uitleggen wat ik moet doen. En dan gaan we gewoon to the moon. Wacht. To the moon. Ik heb deze tin niet nodig. Dus dat flikker ik dan maar even snel weg nog. Oké, okay, het is vooral belangrijk dat je eten bij hebt. En blokken om... Ah, ik heb 47 cookbooks op. Ja, oké. En het is ook handig dat je blokken hebt om mee te bouwen. Ik neem snel wat blokken mee. Blokken. Ik neem wat van die large smoothbricks. Ik heb jungle wood, 64. Hout werkt niet. Hout werkt niet. Nee, want daar is geen lucht voor op de maan. Oh, natuurlijk. Zo logisch. Had ik moeten weten. Oké. Wat hebben we dan? Gravel. Netherrack. Doe gewoon echt blokken of zo. Echt blokken. Ik heb echt blokken. Oké. Okay. Geen blokken, alleen maar hout. Ik heb wel blokken. Ik heb 3 stacks large snowbricks en... Ik heb hier ook nog snowbricks. Large snowbricks, 47. Dus dat vind ik wel goed. Oké, dan ga jij naar je raket. Ja, oké. Okay. Jij moet even uitleggen, want je hebt mij ook een mooie roze parachute gegeven. Wat ja, moet ik daarmee doen? Want ik heb nog een pink die, die vind ik cool. Oké, we zitten dan zometeen... Ga eens met een raket. Oké. Als je op spatie drukt, ga je lanceren. Dat doe je nog niet. We wachten nog eventjes. Oké, dan ga je naar... Dan zit je bovenin. En dan... Oh, wacht. Je hebt ook nog lucht nodig, hè? Ik zou je bijna zonder lucht naar boven sturen. Doe die oxygen tanks alvast maar in waar ze moeten. Nee. Daar. Je spaced hem. Nee. Ik heb... Kan ik er nog uit? Nee. Ja, snel. Ik wist die dingen op. Pak die dingen op en ga erin. Pak die dingen op en ga erin. Pak die dingen... Ik zwaaide. Hoe ga ik eruit? Ik weet niet hoe ik eruit moet. Oh, zo. Ik sloeg hem. Nice. Ik kwam er opeens niet uit. Oké, wacht even. Ik ga erin. F inventory fuel. Oké, je hebt nu heel veel... Hoe moet je eruit? Rechter muisknop. Oh, ja, had dat even gezegd. Dat is logisch. Oké, ik moet weer gaan loaden met... God, jezus. 2, 3, 4, 6, 7. Wat ben jij een... Ja, ik wist niet hoe ik eruit moest. En ik had escape al geprobeerd, het werkte niet. En toen deed ik uit automatisme zonder bij na te denken op spatie. Oké, ik ga wel... Wanneer? 18, nee, 19... Ik ga. Ja, jij krijgt 20% volledig, meer niet. Oké, maar ik heb nu wel heavy oxygen tanks. Ja, oké, mooi zo. Die doe je waar ze moeten. Nou, waar denk je dat ze moeten? Ik weet niet waar ze moeten. Nou, oh, druk daar op... ik duwde op spatie en toen ging het al. Oké. Shift bedoel ik. Ik heb mijn raket ook in de hand. Ik heb die dingen ook aan. Mijn oxygen mask. Ik doe voor de zekerheid toch dat masker nog even op. Want ik weet niet echt of dat ding wel werkt met dat op de maan. Hey, ik heb zonder... alleen mijn tweede vakje nog niet. Is dat nodig? Je tweede vakje? Je hebt toch tweede vakje? Je oxygen gear bedoel je? Ik heb alleen een mask. Ik heb je toch oxygen gear gegeven? Ik denk het niet. Jawel. Nee, die heb ik niet. Dat heb ik je nog gegeven. Ik ga wel even kijken waar ik het heb. Ik zoek wel even. Ja, ik kon er niet meer aan. Hier. Daar. Oh, nice. Oké, zijn we dan klaar? Ja, we zijn klaar voor de rest. Ready to go. En I'm dan? Gewoon, moet ik nog ergens op klikken als ik erin zet? Dat had je toch...
Moet ik nog ergens klikken als ik erin zit of ergens? Druk gewoon een spatie dan. Gewoon erin en spatie. Spatie? Ja, mensen, zit je erin? Holy shit, we zijn het aftellen. 15, 14, 13. Nice, hoe zwaai je? Gebeurt het automatisch? Ja, kijk, ik zwaai al. Ja, ik zwaai terug, of niet? Nee. Nee. En wat moet ik doen als ik op de maan aankom? Blijf druk gewoon nu nergens meer op. Oké. Okay. Oh nee, je hebt de launchpad meegenomen. Fuck. Dit was het moment. Hier hebben we zo lang op gewacht. Holy shit. Nu heb je de launchpad meegenomen en nu heb ik... We maken een nieuwe. Geen launchpad meer. Game mode 2. Holy shit. We zien rechts, kan je mijn... zie ik hoe hoog ik ben, links bedoel ik. Ja? Ik zit nu al 400 meter boven de raketlanceerbasis. Raketlanceerbasis. Holy shit. Awesome. Oké, okay. Ik zet mijn raket ook neer. Not enough power, doe de power aan, start loading. Heb ik alles? Ik heb alles. Oké. Okay. Ik kan mezelf zien, ik duw even op F1. Wauw. Fantastisch. Hoeveel fuel heb ik? 10%, 11%. Ik zit nu letterlijk wachten totdat ik kan. Sorry. Het spijt me. Eén nadeel, we hebben geen fuel loader voor op de maan, dus ik kan ook niet terug. Holy shit. Moet ik dan op moon klikken? Ja, wacht even. En dan send to the mansion? Wacht even. Oh, ik wacht kom er zo aan. Full of life. Habitable gravity 100%. Moon. Habitable, no oxygen en gravity 18%. Ja, oké. Okay. Dus dat gravity 18% betekent dat er 18% zwaartekracht is. Dus dat betekent dat je ongeveer 5 blokken hoog kan springen. Wow, cool. Hey, ben je er al? Ik zit nu ook in de raket omhoog. Alleen ik weet hoe je hem kan besturen, dus dat gaat bij mij een stukje sneller, volgens mij. Oh, je kan hem ook omhoog besturen dan? Nou, je kan zeg maar een beetje extra sturen, links en rechts, maar dat geeft eigenlijk niks. Maar, oké. Wat gebeurt er nu als ik bij Overworld zou gewoon... Oh, dan val je met je parachute naar de... Oh. Naar de wereld. Moet je de parachute nog gebruiken? Hoe gebruik je parachute... Die parachute gaat automatisch open, volgens mij, als je spatie ingedrukt houdt. Oh. Wanneer je dat hebt gedaan. Oké. Okay. Ik ben nu ongeveer over 3/4. Het geluid wordt al langzamer. Of zachter. Oké. Okay, ik heb maar 12 jungle wood helaas meegenomen. Heb jij nog gewoon normaal je hout? Je kon toch geen hout... Ik heb hout weggedaan, dat je die kon gebruiken. Ja, maar ik bedoel, je kon wel hout meenemen om te craften. Ah. Hé, ik zie jou. Oké, ik heb jou geraakt. Oké, moon. Je kon ook een space... Ik ga klikken. Oh, wacht even. Nee, nog niet. Send to the mansion. Ik doe het eerst even, want dan weet ik zeker dat... Wat er gaat gebeuren. Oké. Okay. Ik wacht nog 10 seconden. 10. Oké, hou spatie ingedrukt. Nee. Oké, daar ga ik. Oké, doe maar send gewoon. Ga naar beneden en dan... En dan kom je in een... Warning, space, hold space to slow down. Oh. Wat? Oké, je respawnt toch op de moon. Oké, dat ging goed. Wat gebeurde daar? Oké, maar we zijn op de maan. Ja, snel bouwen, want onze Waar lucht... Ben jij? Daar al. Ik sta achter je. Oké, we moeten snel gaan bouwen. Wat moet ik bouwen? Gewoon een gigantisch grote vierkant. Oh, check de grond, by the way. Ik zie het. Nee, een groter vierkant. Het moet echt een basis zijn. Ja, maar ik heb niet zoveel blokken, toch? Nee, ik ga die springding even uit doen. Oh, zo hoog kan ik niet eens. Ja, want kijk, dit is een beetje irritant. We moeten zo meteen groot genoeg hebben om een boom hierin te kunnen doen. Oh fuck, nu heb ik zeker geen dirt meegenomen. Ah, no, en we kunnen altijd nog terug. Of niet? Ja, altijd. Oh, nee. We zijn gefucked. We kunnen ook niet meer terug. Nee, onze raketten zijn opgeblazen. Oh, trouwens, die twee balkjes. Dat geeft aan dat... Oh, trouwens, er kan geen deur in, dus... Nou, we springen wel over de muur heen. Nee, want het moet ook een dak op. Doe maar zo hoog ongeveer, zoals ik nu heb. Ik heb nu niet meer... Hoor je veel herrie nu beneden? Een beetje, als je aan de kant gaat. Ja, want er zijn nu mensen thuis gekomen. Nou ja, hoe kan je? Fuck you, ik heb geen blokken meer. Ja, ik doe even zo.
dit nog, want als je zo links kijkt, dan kan je ongeveer wel zien hoeveel dingen je nog hebt. Hoeveel ik zie levens. Daar... Links, in je, linksboven. Ja, linksboven, die zijn vol, zo'n beetje. Ja, oké, okay, nou dat betekent dus dat, dat is zeg maar je, je, oh fuck, dat is zeg maar nog wat je over hebt aan je lucht en de tanks. Oké. Okay. Nice. Oké. Okay. Dus ik kan nog heel lang overleven, zeg maar. Ja. Ik heb dirt. Ik zal ik de grond vast van dirt maken? Oh nee, wacht, laat dat maar eerst. Blokjes vliegen eerst... omhoog. Wauw. Ja, ja, er is helemaal geen zwaartekracht op alles, ook op de mobs niet. Nice. Ik hoop dat dit echt, anders zijn we gefuckt, want ik hoop echt dat dit een luchtdichthoudend blok is. Want ik weet zeker dat al het hout, probeer maar eens iets van hout neer te zetten, een crafting table of zo. Of heb je dat niet? Nee, ik heb echt helemaal niks van hout. Oké, okay, mooi zo. Dit is klaar. Oké, okay, dan doen we dit. De oxygen collector. Mooi zo, de oxygen collector gaat in de muur hier. Oké, okay, en wat doet hij? Oh, wacht even, ik moet eerst een gat maken. Want we hebben toch geen collector nodig? Jawel, collector juist wel. Kijk, dan doen we dit zo, de leaves. Doen we hier. Ik laat dat nog wel even open, zodat je eruit kan. Nee, dat kunnen we niet meer. Die moet dan weg. Oh, hey. Oké. Okay. Zo. Oké, okay, dan heeft dat zometeen ook power nodig. Oh, fuck. Welke kant staat die open, zeg maar? Reken. Ik ga ondertussen eventjes avonturieren met wat mobs of zo. Avonturieren met wat mobs. Ik ga het reetje schieten, een creeper. Je hebt mijn collector gestolen. Oh. Je hebt mijn collector gestolen. By the way. Oké, okay, collector, ik gooi hem op de grond. Alsjeblieft. Wee. Wee. Yeah. 10 meter verder. Boom. Oh, mis. Jee, wat veel herrie. Holy shit, ik heb een moon creeper gekillt. Gef. Gef. Oh, die was snel. Die zombies zijn snel op de grond. Ik zoek de ingang waar ik dat... Oh, daar. Oké, okay, dus... Ga dood. Hij heeft veel te veel levens. Ik stalk in de fik. Alles gaat helemaal mis. Hij gaat niet dood. Hij heeft veel te veel levens. Oh, die zombies hebben veel levens. Oh, hij is dood. Fine. Oké, okay, de pipe gaat hier. Hier doen we daar en daar. De... Oh, wacht, nu heb ik de verkeerde neergezet. Nee. Oh, wacht, die dingen op de grond, dat zijn je voetstappen. Ah, hey. Ik heb het ontdekt. Aha, you are smart. You think. Oh, en de bovenste wereld. Ja. Is het hier altijd nacht? Nee. Oh, oké, okay, fijn. Fijn. Oké. Okay. Oxygen sealer, dan moet ik zo gaan staan. Oké, okay, de sealer disabled. Nu moeten we heel veel van deze dingen erop gaan zetten. Wat? Heel veel Stirling engines. Oké. Okay. Zo. En dat moet hier ook op. Kijk, deze houdt... Moon turf en dirt. Moon dirt. Ja, oh, wacht, dat is niet goed. Daar gaat ongeveer 19 in. Daar gaat 16 in. Daar holy gaat... shit! Skeletons hebben twee bogen. Ja, klopt. En ze schieten ook in slow motion, als je het hebt gemerkt. Ik ben weer met de zombie aan het vechten die veel te snel is en veel te veel levens heeft. Oké, okay. Oh, die staat ook aan. Zo, ja, actief. Goed? Mooi zo. Dit mijn, is de... ding okay. Begint nu vertoon te tonen van dat hij leeg aan het lopen is. Oh, links bedoel je, dat er iets zwarts in komt? Ja. Oké, okay, dat klopt. Die en die. Ik zet ze aan, oké? Okay? Nee, er zit nog niks in. Oh, dat had ik kunnen weten. Nee. Had je moeten checken. Oké, okay, we moeten nu zometeen deze muur voor altijd afsluiten. En hoe komen we er dan aan in? Dat heb ik niet over nagedacht. Fuck. Misschien een deur of zo? Of? Ja, dat werkt dus niet.
Dus je gaat nu een ruimte maken die nooit meer open mag. Waar we dus niet in kunnen, of we kunnen er niet meer uit. Nee. Ja. Ik heb het idee dat we iets onvoorbereid op reis zijn gegaan. Ja, wou je nog 10 afleveringen verder gaan dan? Nee. Oké. Twisten. Oh, ik heb ook precies genoeg blokken meegenomen voor dit. Ik ben extra blokken aan het slopen, dus je hebt straks wel blokken. Ja, maar dat is waarschijnlijk niet goed, maatsteen. Nee, ik heb wat snowbricks. Nou, wanneer de kool is uitgelopen, zijn we ook een beetje ver. Maar we kunnen dus nu twee dingen doen. We kunnen hier buiten blijven en wachten tot het ding opgaat. Of we kunnen... Nee, ik heb daar iets anders voor. Kijk, zo. Wacht heel even hoor. Als het nu werkt, kan je ook toortjes... Of nog niet juist. Oh ja, wacht. Toortjes die zien er ook wat anders uit. Dat wil jij waarschijnlijk ook wel zien. Zo. Oké, wauw. Dat licht, source. Maar kijk, nu, als het goed is... Daar heb je echt heel veel aan. In de sealer. Oh, hier moet ook nog wat kool in. Daar moet nog wat kool in. Daar moet nog wat kool in. Als het goed is, krijgt de sealer nu power. Ik snap het. Enable seal. Hij haalt de lucht naar binnen, dus vervolgens komt hier zuurstof. Dus gaan die toortjes aan en kunnen we er groeien. Ja. Aha, dat is allemaal heel slim. Maar dat is één probleem en dat is, we kunnen er niet uit. Nee, en ik heb het net een beetje opgemaakt. Geupgefuckt. Ja, maar kijk, nu water. Daar water. Nu hebben we infinite water. Gelukkig. Slim. En omdat dit energie krijgt, en ik heb de seal nog niet aangezet, want dat krijgt op een of andere manier niet veel... Kijk, nu kun je je oxygen tanks, daar kan je één eruit halen, en die kan je hier weer in stoppen. Hier linksboven, of rechtsonder. En kijk, en nu gaat dat omhoog. Dat rechts andere. Oké, dat is heel slim. Maar gaan we... Is dit het? Dit is het. Dit is eigenlijk onze maanbasis zover. We zouden nog een raket kunnen... Ja, we moeten een raket eigenlijk inspannen om verder te kunnen weer. Want onze raket is opgeblazen. Door iemand die niet naar mij heeft geluisterd. Dat is niet waar. Nee, weet ik. Maar ik heb... Jij zei het gewoon verkeerd. Ja, oké, wacht even. Hij is nu unsealed. Dus nou, als we wachten... Kijk, als we nu wachten tot dit sealed zegt... Deze oxygen seal, dat sealed is... Dan... Ja, dan kunnen we hier ademen. Dat is de linker. Oké. Wat is en als het goed is, gaan automatisch die toortjes ook aan. Oké. Maar ik weet niet, ik weet niet 100% of dit nu werkt. Ik doe voor de zekerheid zo even bladeren. Oh, dat niet. Oké, mensen. Ik hoop dat jullie genoten hebben van aflevering 15. We zijn er naar maan gegaan. Hey, volgens mij hebben we... Ja, kijk, als je nu hier beneden kijkt, dan zie je kleine luchtblokken hier. Hele kleine luchtblokken. Hé, maar je toortjes zijn aangegaan. Er is hier lucht. Doe je helm uit. Af. Probeer je helm af te doen. Het is gelukt. Victory! Victory is ours. Dus nu mogen we nooit een grap maken, want dan gaan we gelijk dood. Als je je helm niet op hebt. Nee. Nee. Oké. Nee. Ding dong. Ding dong, ja. Dus... Wacht even, als het nu kan, dan zouden we dus... Heb je Bomi al mee? Nee. Fuck. Want... Maar weet je, dat doen we gewoon de volgende aflevering. Volgende aflevering gaan we nog proberen te overleven. En daarna gaan we kijken wat we verder nog gaan doen met deze serie. Dat mogen jullie natuurlijk ook verder mee bepalen. Laat in de reacties weten wat je ervan vond. En of je wil dat we verder gaan. Ik ga jullie bedanken voor het kijken. Dat was aflevering 15. We zijn op de maan. We hebben de maan gezien. En, we zitten in een huis op de maan. Waar we niet uit kunnen. Opeens begin ik fucking hard te laggen. Wauw. Oké. Dus mensen, bedankt voor het kijken. En we zien jullie terug in aflevering 16. Hopelijk. Zeg doei. Doei. Oké.